Welkom bij de Bloemencorso Lichtenvoorde 2024. We nemen een kijkje bij de corsobouwers, wat er zoal komt kijken voordat hun corsowagens door de straten van Lichtenvoorde rijden. Dat laten we u in deze reportage zien. Maar eerst vertelt Herman ter Haar hoe de optocht in Lichtenvoorde is ontstaan. Mijn naam is Herman ter Haar. Samen doen wij het buren bij de bouwers met Marianne en met Inge. Maar dat doen we al vele jaren, omdat het gewoon ook een heel mooi arrangement is. Het is gewoon heel mooi om je trots en je passie te mogen delen met andere mensen. Dus dat doen we dan aan de hand van een presentatie, die krijg je zo te zien. Dan gaan we naar de Corsotuin, de rechterslaan ligt vlakbij. Maar dan gaan we even goed begeleiden, dat niemand op een gegeven moment, dat we niemand verliezen onderweg. En daarna gaan we naar, in principe naar 3 Corsogroepen. Dus die liggen redelijk dicht bij elkaar. En dan gaan we kijken of ze zijn ingelicht, dus ze weten dat we komen. En dan gaan ze daar het nodige vertellen over hun Corsogroep, hun bouw, hun problemen, hun geluksmomentjes enzovoort. We beginnen even met een promofilmpje. We hebben, elk jaar maken we een promofilmpje die we op Omroep Gelderland en op andere zenders laten zien. Om de mensen een beetje te prikkelen. Dus die krijgt ze in heel kort, 30 seconden geloof ik. En dan gaan we verder. Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Het bloeiende spektakel met 18 kleurrijke dahliareuzen en kleine corsowagens. Muziek, figuratie en theater. Dit wil je toch niet missen? Kom en geniet op zondag 8 september. Koop nu alvast je kaarten op bloemencorso.com. Ja. Nou, je zal zich afvragen, hoe lang bestaat nou zo'n Bloemencorso? We zijn even de oudste. 1898 was de kroning van koningin Wilhelmina, je zal zich ongetwijfeld allemaal nog herinneren. En toen zijn we op een gegeven moment daarmee begonnen. Dus we hebben een kleine wagen gemaakt om dat moment nadrukkelijk weg te zetten. Daarna op een gegeven moment sluimde het wat voort. Elk jaar was er wel iets van een optocht, maar niet op een gegeven moment elk jaar. Dat veranderde omstreeks begin 1900. 1929 was het moment waarop de kermiscomité en de schutterij op een gegeven moment samen ondertekenen, een stichtingsakte ondertekenen. En vanaf dat moment zijn we dat als het moment gaan aanmerken waarop we zijn ontstaan. Dus in feite bestaan we nog veel langer, maar 1929 is ook prima. We willen op 5 jaar volgens mij het 100 jaar bestaan. Dus die werkzaamheden, die voorbereidingen, die lopen nu al dik. Ja. Nou, dit zijn de gebroeders Gries. Dat was een heel bekende familie, omdat zij het kozen weer naar een hoger plan tilden. Nou ja, als je dit ziet en je ziet het filmpje net, dan zou je snappen dat we nog iets meer vorderingen hebben gemaakt. Voordat we naar de 3 hooglocaties gaan, brengen we eerst een bezoek aan de Corsotuin en de Richterslaan. Aankomst op de eerste bouwlocatie. Thank you.
leuk dat jullie er zijn. Dat jullie meedoen aan Buurt bij de Bouwers. Is dat goed, hè? Welkom bij Quintet, Corso Groep Quintet. Zoals jullie zien zijn we volop bezig met het plakweekend. Dan zitten we echt in de laatste middag. En proberen hem vandaag af te krijgen. Het zal wel een latertje worden. Wij wonen dit jaar op sport. En dat is naar de ideeën van twee jonge ontwerpers bij ons uit de eigen groep, Jennifer en Susan. En zij hebben het zo bedacht dat de trein eigenlijk ontspoort door werkzaamheden hier in de grot. Straks, dus morgen tijdens de optocht, hebben we een hoop mensen, figuratie, om de wagen heen lopen. Die als het ware aan die grot aan het werk zijn. Men die met dynamiet die grot uit proberen op te blazen om zoek te gaan naar bijvoorbeeld goud of wat anders. Niet wetende dat hierboven een treinspoor ligt, waar op dat moment nou net de locomotief met mensen ook doorheen rijdt. Die locomotief ontspoort. Dat is het trucje wat we gaan proberen. En wat je zondag, dus morgen, ziet tijdens de optocht, is dat eindelijk de wagen helemaal gaat bewegen. Dat de wagons en de trein helemaal zo heen en weer gaan. En er zit ook nog figuratie bij in. Die wagonnen, daar zitten per wagon ongeveer 5 mensen in. En dat gaat allemaal op mensenkracht, wordt dat bewogen. Als die heen en weer lopen in de wagon, gaat die eigenlijk heen en weer. Het is een soort wipwap wat we hebben gecreëerd. Voor, in de trein zelf, zit een machinist. En de machinist heeft hendeltjes voor zich. En met die hendeltjes kan die de trein van links naar rechts laten bewegen met behulp van hydrauliek. Dus eigenlijk automatisch. Dus daar hebben wij geen mankracht voor nodig. Verder, in de wagen zelf, zitten ook nog 5 mensen om rotsblokken heen en weer te bewegen. Zodat de beweging eigenlijk straks geen spektakel wordt. Wat kan ik er verder over vertellen? Is dat er ongeveer, ik heb me laten vertellen, als alles een beetje mee zit, 240.000 bloemen gaat. Omdat we eigenlijk best wel veel bloemen eigenlijk over hebben. Laat zo zeggen dat we het gunstig weekend hebben, dat we niet hadden gedacht dat we zoveel bloemen zouden hebben. Hebben we ervoor besloten, omdat het een bloemencorso is, toch ook de dingen die we eerder niet zouden beplakken, wel gaan beplakken. Het is toch wel iets zoveel mogelijk bloemen op de wagen. Alternatief materiaal. Maar we houden wel wat alternatief materiaal. Zoals jullie wellicht hier zo onder kunnen zien tussen de rails, hebben we allemaal echte spoorstenen hebben we daar gecreëerd. En onder de wielsen. Wij zitten met een stukje staal en smeren, wat eigenlijk wel weer op de plak, maar dan van de band. Dus wel heel veel alternatief, maar ook wij denken op een mooi weg. Hopelijk op kort wel op je klaar te zijn, maar dat gaat denk ik niet. Dan ben je ook zelf ook niet blij. Nee. Ik kom wel af. Ja, je gaat door. Hij moet gewoon af. Hij moet gewoon af. Maar dat is ook leuk. Dankjewel. Allemaal net eenvoudig. Ja. Kom heel veel bij kijken. Het moeilijks is altijd vormgeven. Daar hebben wij ook de grote vormen gebruikt, maar zo handig. Ja, dat is moeilijk te bereiken. Ja. Daarom ook. Was je vorig jaar?
mensen in? Ja, doe ik. Eens kijken. Zo. Ja, die is beter, hè? Tot slot het eindresultaat op het tentoonstellingsterrein, waar na de optocht nog eens rustig kan nagenieten.